Die mensen worden nu verbrand. Je ziet daar de vlammen uit die schoorstenen slaan. En die net aangekomenen, die geloven dat niet. Die denken dit is kampkolder. Of dit is een ruwe ontgroeningsgrap. Sommige mensen houden dat ongeloof wekenlang. Hebben wij Nederlanders es gewoest? De Universiteit van Nederland presenteert historicus Dr. Bart van der Boom. Dank u. Het laatste boek wat ik heb geschreven is deels tot stand gekomen in de kroeg. Soms als ik 's avonds laat zat te schrijven en ik had geen inspiratie meer, dacht ik, kom, misschien dat het in de kroeg beter gaat. Dus dan nam ik mijn laptop mee en dan bestelde ik een groot glas bier en een bakje nootjes. En dan kwam er ook vaak wel weer enige inspiratie. Ik weet niet of het de beste passages in het boek heeft opgeleverd. Maar op een gegeven moment zat ik daar te schrijven en naast mij zaten twee jongelui. En die keken met enige verbazing naar mij en toen zeiden zij, bent u een boek aan het schrijven? En ik zei, ja, ik ben een boek aan het schrijven. En toen zeiden ze, waar gaat dat boek over? En toen zei ik, dat gaat over de vraag of wij het gewoest hebben. En zij wisten onmiddellijk wat ik bedoelde. En ik heb dat experiment vaak herhaald. En nooit zei iemand, wat gewoest, wie gewoest, wanneer. Dus die term, gewoest of niet, iedereen weet gelijk wat daarmee bedoeld wordt. Daar zit een hele complexe kwestie, zit in die paar woorden eigenlijk opgesloten. Dat is niet zo vreemd, want dat is een zeer omstreden kwestie. Het is natuurlijk ook een zeer met schuld beladen kwestie. Dat boek van mij heeft ook een hoop heisa opgeleverd. En het is ook nog steeds een omstreden kwestie. En dat is niet zo vreemd, omdat de aanwijzingen tegenstrijdig zijn. Er zijn allerlei aanwijzingen dat men wist van de Holocaust. En ik zal u daar een paar voorbeelden van geven. Bijvoorbeeld koningin Wilhelmina, die in Londen zat tijdens de oorlog en geregeld haar volk toesprak over de radio, sprak in oktober 1942, toen de deportaties net een paar maanden gaande waren, haar volk toe en zei in die toespraak onder andere het volgende. En u zult het nu horen. Ik deel van harte in uw verontwaardiging en smart over het lot onze Joodse landgenoten en met mijn hele volk voel ik de onmenselijke behandeling, ja het stelselmatig uitroeien van deze landgenoten die eeuwen met ons samenwoonden in ons gezegend vaderland als ons persoonlijk aangedaan. Zij heeft het dus over het stelselmatig uitroeien van onze Joodse landgenoten. Een paar maanden later, in december 1942, maakten de geallieerden met vrij veel heisa een verklaring bekend waarin zij zeiden dat de Duitsers van plan waren om de Joden in Europa uit te roeien. Dat heet in het Engels de Declaration on the Extermination of the Jews. Dat soort termen, uitroeiing, vernietiging, vind je ook in de illegale pers. Er zijn geruchten over honderdduizenden, zo niet miljoenen doden. Er zijn zelfs geruchten over gaskamers. En die vind je ook terug in dagboeken. In misschien wel de beroemdste passage van die aard staat in het dagboek van Anne Frank. Zij schrijft op een gegeven moment over Westerbork, het doorgangskamp, en ze zegt daar is het heel slecht. En als het daar al zo slecht is, hoe zal het dan al niet zijn in Polen? En dan schrijft ze, wij gaan ervan uit dat ze vermoord worden. De Engelse radio spreekt van vergassing, misschien is dat wel de vlugste methode. Dat schrijft ze. Hier vlakbij is de Hollandse Schouwburg op de plantage Middelaan. In de oorlog een verzamelplaats voor Joden. Dat is nu een monument. Op de eerste verdieping is een klein museumpje waar de geschiedenis van de Jodenvervolging kort wordt uitgelegd. En daar staat die frase uit Anne Franks dagboek op de muur geschilderd. En wie dat leest, die denkt natuurlijk, nou ja, dit is dus geen geheim. Anne Frank die weet dat. En als Anne Frank het kan weten, kan iedereen het weten. Zo zou ik een hele spreekwoordelijke doos kunnen vullen met dit soort feiten. Met feiten die erop lijken te wijzen dat men wist van de Holocaust. Het probleem is dat ik daarnaast een andere doos kan zetten die ik ook kan vullen met feiten die het tegendeel lijken te bewijzen. Daar zal ik u ook een paar voorbeelden van geven. Tegenover de Hollandse Schouwburg bijvoorbeeld was de crash. Daar konden mensen die in de Schouwburg zaten en die kleine kinderen hadden, konden daar hun kinderen achterlaten. En uit die crash was het mogelijk om kinderen te laten ontsnappen en dat is op heel grote schaal gebeurd.
En wat de mensen die dat ontsnappen van kinderen deden, is als de ouders van die kinderen dreigden op transport te gaan, dan gingen ze naar hen toe en dan zeiden ze, jullie gaan morgen op transport met jullie kinderen, maar wij kunnen die kinderen laten ontsnappen. Vinden jullie dat goed? En in heel veel gevallen, volgens een van de verpleegsters die dit werk deed, in de meeste gevallen zeiden die ouders, nee, wij nemen die kinderen mee. Nou, heb ik kinderen en ik kan me heel goed voorstellen dat je je kinderen niet wil laten gaan. Dat beschermingsinstinct is heel sterk. Maar ik denk ook dat als die mensen hadden geweten dat kinderen in Auschwitz onmiddellijk werden vergast, datzelfde beschermingsinstinct hen had ingegeven, ja, red mijn kinderen. Dus die mensen weten niet wat er in Auschwitz gaat gebeuren. In Westerbork zit Eli Cohen. Eli Cohen is een arts uit Groningen. Hij zit daar met zijn vrouw en ze hebben een zoontje van 3 of 4, Ronnie, en die zit op het platteland ondergedoken. Maar als zij een tijdje in Westerbork zitten, laten zij Ronnie naar Westerbork komen. Eli Cohen heeft Auschwitz overleefd, heeft daar na de oorlog hartverscheurend over geschreven. En die heeft dus ook achteraf gezegd, ja, door Ronnie naar Westerbork te laten komen, veroordeelde ik hem en ook mijn vrouw ter dood. Want op het moment dat mijn vrouw op het perron van Auschwitz stond met een klein kind, ging zij direct naar de gaskamer. Gruwelijk natuurlijk dat hij dat zichzelf aandoet, dat hij die realisatie, maar het is wel waar. Maar, zei hij, ik had natuurlijk geen idee wat daar in Auschwitz wachtte. En dat zeggen bijna alle overlevenden. Een kleine 1000 Nederlandse Joden hebben Auschwitz overleefd. En heel veel mensen hebben na de oorlog in memoires of in interviews verteld hoe dat ging. Hoe hun initiatie in het kamp ging. En zij vertellen daarover eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal. Namelijk, we kwamen aan, toen volgde de beruchte selectie. Dus onze vrouwen, kinderen, ouders werden de andere kant opgestuurd. We hadden geen idee wat dat betekende. We zwaaiden, we zeiden, we zien jullie zo meteen. Wij werden door de hele procedure gehaald. We werden kaalgeschoren, getatoeëerd, ontsmet. We kregen kampkleding aan. Toen kwamen we in het kamp terecht. En het eerste wat wij vroegen aan de mensen die daar waren was, wat is er met die andere mensen gebeurd? En dan zeggen die mensen in het kamp natuurlijk, die zijn de pijp uit. Dat was de taal die in Auschwitz gebezigd werd. Die mensen worden nu verbrand. Je ziet daar de vlammen uit die schoorsteen slaan. En die net aangekomenen, die geloven dat niet. Die denken, dit is kampkolder. Of dit is een ruwe ontgroeningsgrap. Dit kan helemaal niet. Dus die mensen hebben in Westerbork gezeten, die hebben in de trein gezeten. Die hebben deze hele procedure ondergaan. Die zitten op een paar honderd meter van de gaskamer en de crematoria. En die kunnen zich niet voorstellen wat daar gebeurt. Sommige mensen houden dat ongeloof wekenlang vol. Sommige mensen zaten heel lang in Westerbork en hebben daar een dagboek bij gehouden. Sommige van die dagboeken zijn heel bekend geworden. Bijvoorbeeld het dagboek van Philip Mechanicus, een journalist. Of echt heel beroemd, het dagboek van Etty Hillesum. Brieven, grotendeels, maar ook dagboeken. En Mechanicus en Hillesum schrijven steeds hetzelfde. Namelijk, niemand weet waar die trein heen gaat. En ook Anne Frank was niet zo heel stellig eigenlijk. Want in dezelfde tijd dat zij schreef over de Engelse radio spreekt van vergassing, schreef ze dat zij had gehoord dat Duitse Joden die voor de oorlog naar Nederland waren gekomen, zoals haar eigen familie, en die nu, schreef zij, in Polen zitten, dat die na de oorlog niet terug zouden mogen keren naar Nederland. Dat had zij gehoord en daar was ze heel boos over. Dat is natuurlijk niet te rijmen met de gedachte dat iedereen daar vermoord wordt. Dus wat Anne Frank hier precies over denkt, is eigenlijk ook onduidelijk. Kortom, zo kan ik nog wel even doorgaan en een tweede doos vullen met allemaal feiten die het tegendeel lijken te beweren van die eerste doos. Nou heeft het niet zoveel zin om feiten uit de ene doos te halen en te zeggen men wist het, of feiten uit de andere doos te halen en te zeggen men wist het niet. De uitdaging is om een verhaal te construeren waarin je al die feiten kunt onderbrengen. Waarin je dus duidelijk kunt maken hoe het kan dat mensen aan de ene kant het hebben over vernietiging en uitroeiing en aan de andere kant toch een heel verkeerd idee lijken te hebben van Auschwitz. En ik denk dat je dat ook kunt construeren door nogmaals goed te kijken naar dagboeken. Daarvoor wil ik u nogmaals het voorbeeld van Joop Voet geven, de Joodse accountant. Joop Voet was verre van naïef. Sterker nog, Joop Voet realiseert zich iets wat de meeste Nederlanders zich helemaal niet voor kunnen stellen. Namelijk dat de Duitsers die antisemitische propaganda menen. Hij zegt, de Duitsers zijn oprecht bang voor de Joden. Zij zijn in hun eigen propaganda gaan geloven. Hij zegt, de Duitsers zien de Joden als duivels. En schrijft hij daarbij in zijn dagboek, zij moeten uitgeroeid worden waar men hen ook aantrof.
En hij gelooft ook niks van het verhaal wat de Duitsers over deportatie vertellen. De Duitsers zeggen, Joden worden gedeporteerd, want die worden daar te werk gesteld in hun eigen beroep, in gezinsverband. En Joop Voet zegt direct, dat is onzin, sprookjes. Want anders hoefden ook niet al die bejaarden en die kinderen mee, dus dat is onzin. Dus als je dat uit het dagboek haalt, dan kun je dat zo in die ene doos stoppen en zeggen, Joop Voet weet van de Holocaust. Maar dat is niet zo. Want als je verder leest, dan zie je waarom hij denkt dat kinderen en bejaarden meegaan. Hij denkt dat dat is omdat de Duitsers niet zozeer denken aan tewerkstelling, maar aan definitieve emigratie. Hij zegt, de bedoeling is om het hele Nederlandse Joodse volk uit Nederland naar Polen over te plaatsen. En dat vindt hij slecht nieuws, want zegt hij tegen zijn werkgever, die ook een dagboek bijhoudt en die dat allemaal opschrijft. Hij zegt, als we te werk gesteld worden, dan zullen we nog wel gevoed worden. Wel niet zo heel goed, maar zo dat we niet te hard doodgaan. Maar als wij in ghetto's terechtkomen, daar wacht een langzame dood. Dat is wat Joop Voet zich voorstelt bij deportatie. Dat is ook wat hij zich voorstelt bij die uitroeiing waar hij het over heeft. Een langzame dood in ghetto's. En dat is eigenlijk helemaal geen gekke gedachte dat hij dat denkt, want dat is wat de daders zelf tot 1941 zich ongeveer voorstellen bij uitroeiing van de Joden. Dat je ze gedwongen verplaatst naar een onherbergzaam oord en ze daar laat verkommeren. Dat is dus ook een heel ernstig beeld wat hij heeft, maar het is wel fundamenteel iets anders dan de werkelijkheid, want de werkelijkheid is niet een langzame dood, maar een onmiddellijke dood in de meeste gevallen. En dit is wat dagboekschrijvers in het algemeen zich voorstellen bij het lot van de Joden. Ze zeggen op het ene moment, de Joden worden uitgeroeid en zodra ze concreter worden, gaan ze ervan uit. Gezinnen worden uit elkaar gehaald. Mensen die moeten kunnen werken, die worden te werk gesteld. Mensen die niet kunnen werken, die zullen aan hun lot worden overgelaten. Dat is dus allemaal heel erg en daar gaan op den duur vele doden vallen. Maar op welke duur en hoeveel doden, dat is volstrekt onduidelijk. Nou is natuurlijk de vraag, nou en die vraag heb ik ook al vaak gehad, dat mensen zeggen, dit is toch een beetje lood om uit ijzer. Wat maakt het uit dat men niet weet dat de Joden bij aankomst worden gedood, maar wel vermoedt dat ze op den duur gaan sterven. Dat is toch eigenlijk lood om oud ijzer. Maar dat is het niet. Althans, dat is als je de mensen van toen wil begrijpen, is dat niet lood om oud ijzer. En ook dat kun je zien aan Joop Voet. Want Joop Voet, en dat beschrijft hij uitgebreid in zijn dagboek, kan onderduiken. Hij twijfelt er alleen heel erg over of hij dat moet doen. Dat zijn kinderen moeten onderduiken, dat weet hij heel goed. Hij heeft hele kleine kinderen en hij schrijft in zijn dagboek, onze kleuters zouden het klimaat in Polen nooit overleven. En hij schrijft, wij zouden wel niet in staat zijn daar voor onze kinderen te zorgen. Dat weet hij niet eens zeker, maar dat veronderstelt hij dat dat wel niet zou kunnen. Dus die kinderen moeten onderduiken. Maar de vraag is of hij en zijn vrouw zelf ook moeten onderduiken. Dat kunnen ze wel, maar ze weten niet of ze dat moeten doen. En uit dat dagboek zie je ook waarom hij daarover twijfelt. En dat is een tamelijk voor de hand liggende redenering. Want Joop Voet moet twee dingen tegen elkaar afwegen. Aan de ene kant het risico van gaan. En hij weet dat zal geen pretje worden. Niemand weet hoe erg, maar het zal erg worden. Maar een tijdje hou je dat waarschijnlijk wel vol. En als de oorlog binnenkort is afgelopen en iedereen denkt alsmaar dat de oorlog binnen een paar maanden zal zijn afgelopen, kan het dus zijn dat je dat overleeft. Het alternatief is onderduiken. Maar als je gepakt wordt, hebben de Duitsers keer op keer gezegd, dan ga je naar Mauthausen. En in Mauthausen wacht een zekere dood. Dat weet iedereen. Het is dus voor mensen als Joop Voet erg onduidelijk wat eigenlijk gevaarlijker is. Hij moet kiezen tussen twee dingen die allebei heel gevaarlijk zijn. Hij kiest er uiteindelijk voor om onder te duiken, maar zijn vader bijvoorbeeld, die ook een onderduiker, doet dat niet. Zijn zwager, Jaap Meijer, historicus, de vader van Ischa, doet dat ook niet. En dan schrijft hij ook in zijn dagboek, ik was het niet met hen eens, maar ja, dat moesten ze uiteindelijk toch zelf weten. Oftewel, daar zie je dus wat het belang is van die verkeerde voorstelling van zaken. Als Joop Voet had geweten dat in Polen niet een langzame dood wachtte, maar een onmiddellijke dood wachtte, was die beslissing natuurlijk helemaal niet moeilijk geweest. En had hij ook nooit geaccepteerd dat zijn vader en zijn zwager niet onderdoken. Dus voor het gedrag van de Joden is dit cruciaal, dit gebrek aan informatie. En ik denk dat het ook voor het gedrag van niet-Joden van belang is. Joop Voet bespreekt deze kwestie met allerlei mensen, ook niet-Joodse vrienden. En hij zegt steeds, de uitkomst is alsmaar hetzelfde, namelijk er zijn te veel onbekende factoren om een goede afweging te kunnen
maken. Dus die niet-Joodse vrienden weten ook niet wat verstandig is om hier te doen. En dat moet ook hun houding hebben beïnvloed. Er moeten mensen zijn geweest die het heel goed voor hadden met hun Joodse vrienden, maar die ook dachten, misschien is dit wel roekeloos, misschien is dit onverstandig om te doen. Daarvoor hoefde je geen onverschillige antisemiet te zijn, want dat dachten veel slachtoffers zelf namelijk ook. Dat is denk ik een tamelijk voor de hand liggende redenering, maar ik kan u verzekeren, en ik spreek uit ervaring, dat je mensen heel boos maakt als je dit zegt. Want mensen zeggen dan, dit is het recht praten wat krom is. Dit is het goed praten van de onverschilligheid en de passiviteit van de omstanders. En er is ook onverschilligheid en passiviteit. Maar onwetendheid speelt hier ook een rol. En dat maakt het hele morele oordeel weer een stuk lastiger. Maar als je wilt begrijpen waarom mensen deden wat ze deden, zul je dat toch ook mee moeten nemen. Ik hoop dat ik u enige stof tot nadenken heb gegeven. En ik dank u voor uw aandacht.